Mensen van vlog nummer 974. Ik heb naar mijn vlog gekeken. Het is nu bijna 10 na, dus om 15 na wou ik vertrekken. En ik merk dus een probleem. Ik heb deze keer er eens naar gekeken. Mijn vlog heeft dus niet alles zitten op te nemen van de reactievideo's. Dus dat betekent dat ik vandaag een dubbele job ga hebben. Zowel voor de reactievideo's als de QQ&A. Want die moeten ook nog beantwoord worden. Ofwel de Q&A verplaatsen naar morgen toe. En de reactievideo's vandaag dan een keer heropnemen. Een heropname doen. Ik heb het gekeken. Dus ik ga jullie het ook laten zien wat het probleem is. Ik heb het nu op tijd ontdekt. Kijk hè. Ziet, dat blijft gewoon hangen. Op één en dezelfde beeld. Dus ik heb het opgenomen. Je ziet het. Maar mijn beeld blijft gewoon weer al hangen. Hoe het komt, dat weet ik niet. Want ik ga hem eens luisteren. Ik weet niet als jullie het horen. Ik heb opgenomen. Dat zien jullie. Hier nog in een ander beeld misschien. Nee. Zie, dat blijft gewoon hangen. Sorry ervoor. Sorry. Sorry ervoor dat het dan een mislukte vlog is geworden. Ik ben echt ook kwaad op mijn eigen... Ik wou iets nieuws lanceren. En het is al... De eerste aflevering is al mislukt. Dus de eerste aflevering wordt dus opnieuw heropgenomen. Bij deze. Ga ik dat even melden. En dan ja, gaan we zien. Maar eerst moet ik toch wel gaan werken hoor. In BWL. Dat is mijn 8 uur lopen. Dan wat ik kan doen is wel mijn laptop meenemen. En misschien samen met Bea die reactievideo's opnemen. Dat ga ik nog bezien. Ik moet nog Bea haar vlogbestanden ook nog vandaag binnenkrijgen. Want de weekvlog zit er ook weer al op voor vandaag van haar. Dus mensen, excuses. Hopelijk hebben jullie mijn excuses aanvaard. Ik heb het nu eerder gezien. Vooral dat in het upload is gekomen. Dat mijn vlog dus daar in het 100 is gelopen. Bij deze heb ik het toch per geluk nog eerder gezien. Vooraleer dat het online staat. Dus dat is zeer, zeer, zeer goed. Dus dat ik ook al mijn vlogs begin te controleren. Bij deze. Weten jullie dat? Dus morgen nog een kans. Dus vandaag ga ik het doen naar mijn werk. Ga kijken hoe ik het kan regelen met mijn schat. En dan gaat dat ook nog vandaag nog wel in orde komen. Dus dat betekent dat de reactievideo's dinsdag online gaan komen. En de Q&A ook dinsdag. Maar als jullie mij het echt gunnen, gaat de reactievideo's vandaag opgemaakt worden. En de Q&A dan dinsdag. Dat betekent dat wel de Q&A één keer nu 8 dagen lang duurde. En dat de Q&A de volgende keer maar 6 dagen duurt. Dat dat terugcompenseert dus met 7 dagen bij deze. Dankjewel om een kleine mededeling te horen van de vlog van gisteren. Sorry dat het nog een keer is mislukt. Maar nu moet ik het wel in elkaar gaan steken. Of anders ga ik wel te laat zijn om mijn werk. Zo mensen. Yo. Ik heb hier zitten te stofzuigen. Ik was nu even aan het kijken wie hier langs reed. Dus ik heb hier zitten te stofzuigen. Kijk eens. Hier is nu terug spikspan. Ja, hier liggen we, ik en Bea. Ja, niet op de grond, hè. Maar wel met een matras. Omwille van daar voelt ze zich ook weer al mee veiliger. En dat ze dan ja, haar wat losser voelt. Als je begrijpt wat ik bedoel, mensen. En daar hou ik dan ook rekening mee bij deze. Maar zondag op maandag, dan slaap ik terug gewoon op mijn slaapkamer. Ik ben nu alles aan het verhuizen terug naar mijn slaapkamer toe. Voilà. Nu nog 2 kussens. Ja, de lakens liggen er al.
Dan heb ik ook nog, voordat ik heb gestofzuigd, heb ik de reactiemovies opgenomen. Dat hebben jullie ook al ondertussen al gezien hier in deze vlog. Daar ben ik ook wel blij om. Dat dat ook al gebeurd is. Dat ik daar ook al geen zorgen meer moet om maken. Wel zorgen weer al om maken voor volgende week. Zondag. Dan ga ik het voor de eerste keer aller tijden doen. Dan probeer ik het hier ook zo goed mogelijk opgeruimd te houden. Toch eens met een studiogast te doen. En nou ja, dan zien jullie die maandag dan online komen. Zo ben ik ook aan het denken, ga ik ook elke zaterdag een kooksessie doen. Ga ik elke maandag dan de Q&A opnemen. Dus ik begin al zo wat de vaste ritmes al te hebben. Daar ben ik wel blij om. Bij deze. Ah, ik dacht dat ik mensen hoorde. En het was ook zo buiten. Ik laat deze ramen nog wat open, zodat het hier nog wat kan verluchten. Juist. Wil je zeggen van, ja, maar staat dan de chauffage wel uit? Nee, de chauffage staat niet uit. Het staat nog wel 20 graden. Voilà, die staat nu volledig uit. Ik ga eens voelen als die nog warm zijn. Ja, natuurlijk zijn die nog warm. Daarom dat het hier zo warm was op mijn appartement. Ah, ik heb de oorzaak gevonden. Wie zoekt, die vindt. Bij deze. Ja, nu ben ik nog gewoon aan het wachten op mijn schatje Bea. Ik kan nog een en ander nog gaan weggooien. Voordat het vooraleer dat ze hier is. Als ze toch ziet dat het hier wat netter is en mooier opgeruimd. Ja, wat ik toch wat moeite heb gedaan. Ja, en het is nu 4:30 door. Dus ik ga nu nog gauw een macaroni met kaas en hesp eten, die hier al klaar staat. Ja, schat, ik heb honger, dus ik wacht niet. Want je laat ook niet weten hoe laat dat je hier bij mij bent. Nee, ja. Dus neem het niet kwalijk. Ik heb gewoon honger, schat. Bij deze. Kijk eten. Ik zie jullie allemaal straks weer. Goedemorgen allemaal. Welkom, ja. Op het laatste stuk van de vlog. Ik heb die weer al vergeten af te sluiten gisteren, dus dan ga ik dat nu doen. Dankjewel. En ja, ik en witte speeksel. Ik heb er wat een Rennie ingenomen, want ik heb er wat maagpijn. Dat ga ik ook zeggen in mijn volgende vlog. Dus heel veel bedankt om te kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog online komt. En mijn excuses dat het een zeer korte vlog is geworden gisteren. Ik voelde me op het laatste niet goed, zo gelijk nu. Ik heb Rennie ingenomen, ik heb last van mijn maag. Komt het door de stress? Ik weet het niet. Hoogstwaarschijnlijk wel. U zult dat zeggen. Bij deze. Dus ik kan hier nog gewoon de vlog nog in de kant steken. Dan kan die zelfs nog in de upload als ik op het werk ben. Dus ik schrijf op een papiertje. Kan ik hier achteraan ook nog schrijven? Nee. Dus op een papiertje de ID en het wachtwoord van mijn computer. En dan kan ik zelfs inloggen via mijn gsm op het werk. Dan nog mijn vlog uploaden. Dus deze. En dan staat hem nog wel om 7 uur online bij deze. Dankjewel.